Anne en Annie, we zitten midden in Volendam. Ja. Jullie heilige grond. En we zitten in het pand van het Palingsound Museum. Waar we straks ook nog wel even een kijkje gaan nemen. Maar die zijn wel echte monumenten, zeker in de Palingsound. Ja. Mensen van het eerste uur, hè, zeggen ze. Ja, want over dat eerste uur gesproken, laten we eens even helemaal bij het begin beginnen. Kennen jullie elkaar vroeger eigenlijk al, toen jullie nog kinderen waren? Ja, nou ja, een beetje. Want Jan heeft de leeftijd van mijn oudste broer. Er zit dan 10 jaar tussen. Bij ons vroeger kregen ze elk jaar, kreeg mijn moeder een kindje. Dat was toen zo in Volendam. En jullie zaten ook bij elkaar in de klas, Jan en jij? Ja. En we voetbalden met elkaar. We voetbalden, en zo kende ik Jan wel een beetje van, want ik kwam dan wel eens af en toe thuis met Jan, met mijn broer, die heette ook toevallig Jan. Maar Volendam was toen nog heel klein, hè, dus toen kon je elkaar toch wel. Nou, als ik voor mezelf spreek, ik was helemaal gek van voetbal en daar heb ik ook haar broer ontdekt en nog gezien. Toen klikte dat, we speelden samen in de betaalde jeugd in Volendam. En de ene keer werd Jan gekozen en dan zat ik daar met een treurig gezicht. En andersom ook af en toe. Want zo ging dat, je moest gewoon vechten voor je plaats. En ik was in die tijd rechts binnen. Je had toen een ander systeem nog met voetbal. Maar het was gewoon een prachtige tijd geweest natuurlijk. Het was voetbal en muziek. Ja. En op een gegeven moment heb ik ook de keuze moeten maken. Wat ga je doen? Ik moest echt tegen Ajax thuis spelen met de betaalde jeugd. En toen zei ik tegen de trainer, ik ben geblesseerd. En we gingen repeteren. En er stond op dat moment nog helemaal niets voor. En mijn vader was niet blij dat ik zei dat ik koos voor muziek. Muziek vond ik gewoon hartstikke leuk. Maar ja, dat was voetbal eigenlijk ook. Dus het was gewoon echt gewoon een keuze gemaakt. En dan, nu ik terugkijk, heb ik mazzel gehad. Is bekend, hè? Ongeveer 99% van Volendam maakt muziek. Ja. Hoe zijn voor jullie die eerste stappen op het muzikale pad ontstaan? Nou, ik toen ik een jaar of 15, 16 was, ik zong altijd eigenlijk al, misschien is het bij jou ook wel zo geweest, in de douche alles mee. Ja, nee. Lekker galm in die douche. Hè? Meezingen met liedjes. Ja, tuurlijk. Ja, dat is het begin eigenlijk. Hè? En ik ging met mijn broer, deed ik de Every Brothers, ook in diezelfde douche.
En dan, dat, in, je zong eigenlijk, je hield de hitparade bij, de top 40 die nu 50 jaar bestaat. Die hield je altijd bij, wat is er nieuw binnengekomen? Je was zo met die muziek bezig. Je wilde altijd weten, nou, er is een nieuwe plaat van de Beatles. Heb jij hem al gehoord met vrienden onder elkaar? Yeah. Nee, hij moet geweldig zijn. En dan maak je dingen mee, zoals Kees Tol, die ik dan later sprak, die in Beast End zat. Die had Charles & Pepper, Lonely Hearts Club Band, teruggebracht naar de winkel. Want die vond het helemaal niks. Later heeft hij meer gekocht, hoor. Ja. Hij moest er even van winnen. Ja. Ja, dat zijn wel weer leuke mooi, dingen. Hè, mooi, ja. Maar ja, zo groei je een beetje in de muziek. En toen op een gegeven moment hoorde ik van een kennis dat er een nieuw bandje geformeerd werd. En ik wilde eigenlijk wel zingen, maar ze hadden eigenlijk al een zanger. Hij zei, nou word je toch drummer? Ja, maar wat doet nou een drummer? Wat doet die? Daar had ik me eigenlijk nooit in verdiept. Dus toen ben ik daar maar eens gaan opletten wat die mensen nou deden. En ben drumles gaan nemen en een plankje gemaakt met rubber eromheen. En bij jou, Annie? Nou, bij mij is het eigenlijk begonnen op de zesde klas van de lagere school. Want we gingen in een musical doen. Maar ze hadden iemand nodig die de musical de rode draad was. Die alle liedjes zong en een beetje de... Maar ik was daar... Ik durfde dat dus niet, juist. Want toen een vriendin van mij, die zei... Ah, dat kan hij niet wel, dat kan hij niet wel, weet je wel. Toen natuurlijk iedereen in de klas, Arnie. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik het gewoon proberen, want ik kan het toch niet. En toen moest ik eigenlijk voor de klas, ik zei, nee, ik ga het wel doen naast mijn stoel. Zo, en ik ging toen iets zingen uit die musical en toen was de hele klas stil. Viel doodstil en toen zei de leraar, de meester toen nog, die zei toen, er is vandaag een zangeres geboren. Een plechtig moment. Ja, nou, ja, echt, dat vergeet ik nooit meer. Weet je wat ik had eigenlijk. Was die leraar? Meester Pelk. Ah, was familie, Pelk. Ook. Ja, familie. Was familie. Ah, dat was wel familie. Dat klaart misschien een deel. Ja, nou ja, maar toen heb ik dus die musical gezongen. En toen ben ik een beetje op bruiloft te gaan zingen. Ik ben op gitaarles gegaan. En nou, toen kwam eigenlijk al vrij snel bezig in om de hoek kijken. I'm
gegeven moment was BZN een feit. Begonnen als een best pittige rockband. Ja. Toch op een gegeven moment die switch gemaakt toen Annie erbij kwam om wat meer het melodieuzere pad op te gaan. Hoe is dat gegaan? Nou, dat is eigenlijk meer toeval geweest, ook een beetje. Want wanneer iemand van de band trouwde, zong ik Franse liedjes. En vaak hoorde ik ook van, dat er mensen zeiden, jullie moeten dat gaan doen. Maar ja, wij waren een popband, we wouden ons niet verloochenen. Maar toen het echt veel in veel minder werd, dat het gewoon, Jan Tuyper wel eens gezegd, de muizen naast bij de kast lagen dood. Ja. Toen, om aan te geven dat het gewoon echt geen vetpot was, en het was ook echt minder. En we konden niet meer op vakantie van het geld van de band, terwijl we het eigenlijk jaren heel leuk hadden gehad. Wij waren het eerste beroep trouwens van iedereen van de band, van Volendam. Dus nog voor de Cats. Die durfden het nog niet aan, maar wij wel. En door die moeilijkheden van de tijd, ze vonden nu eigenlijk Moody Blues, Nights in White Saturn en dat soort dingen meer, dat waren meer melodieuzere liedjes. Die kwamen meer in. Dat werd de nieuwe trend. En toen, toen zijn wij ook wat meer melodieus gaan doen. En natuurlijk ook al doordat ik als geintje deed van Mon Amour eigenlijk op de repetitie. En dat is op een bandje beland. En daar stonden twee rockliedjes op en dat Mon Amour. En dat ging naar de platenmaatschappij. Heb ik nog dat bandje? Ja, nou dat is naar de platenmaatschappij gegaan. Die pakte dat liedje eruit natuurlijk. Ja. En die man, die Cor Aafsting, die wat naar die liedjes geluisterd zegt, die belde ons nog wel op van, wat is dat nou jongens, daar staan er twee rockliedjes. Er staat ook nog een ander gek liedje op, wat is dat? Ja, dat hebben wij ook gedaan. En hij belde een week later of zo nog een keer terug, toen zegt hij, ja, ik heb er nog een aantal keer naar geluisterd. Het lijkt mij heel verstandig om alleen dat laatste liedje op te gaan nemen. En toen is het eigenlijk gebeurd. Yeah!
kijk je terug op die tijd, nu, jaren later? Ja, je beseft het eigenlijk ook niet allemaal. Hè? Wij vonden het eigenlijk normaal. En wat het gekke is, dat we nu, in deze tijd, wat we ook niet wisten, is dat we eigenlijk 30 jaar geleden al in Roemenië beroemd waren. Ik wist wel van Bulgarije. Daar hebben we ooit een special gemaakt in Sofia, 100 jaar geleden. En in diezelfde tijd hebben wij in Roemenië hadden we enorm succes. En door die Ceausescu mocht die muziek niet gedraaid worden. Hebben die mensen dat in het geniep toch gehoord allemaal. En hebben ook bepaalde liedjes gekozen waar wij niet eens van wisten. Oh, hebben we dat ook wel gemaakt? Dat kwam uit 1983. Nee. En het liedje Dance Dance. Dat is dan zo leuk dat je dan later dat aan de week komt. En dat wij dat ook waren toen, in die tijd. Ja. En dat we nu daar terugkomen en dat er dan 's middags 5000 mensen in een zaal zitten en 's avonds weer. Ja, want dat zijn echt bijna, want dan hebben we het echt over nu. Ja. Echt Rolling Stones tafereelen bijna, als jullie in Roemenië komen. Ja, dat is echt heel apart. Ja. We hebben nu een liedje opgenomen met Dan Spartalo, staat op het album trouwens, op ons laatst verschenen album. Vonden we zo apart dat we dat erbij gezet hebben. Dan zingen we dat met Dan Spartaru, de meest beroemde Roemeen. En met hem hebben wij het liedje zo gedaan. Hij zingt in het Roemeens, het couplet, dan kom ik in het Engels. En dan zingt hij een coupletje in het Roemeens en dan komt Annie. Ja. Samen zingen we in het Roemeens het refrein. Nou, dat liedje hebben we opgenomen. We hebben clips opgenomen in het land op de mooiste plaatsen. Onder andere in de Palace. In de Palace mag niemand filmen in Roemenië. Behalve wij. Dat streelt dan toch wel weer, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb zelfs een keer een verhaal over jullie gehoord in Roemenië. Dat het journaal 's avonds opende met allerlei ellende uit de wereld. En die 3 minuten. En daarna kwamen 6 minuten Jan en Annie. Ja, dat klopt. Die waren weer in het klopt. Land. Ja, dat klopt. Heel gek. Ja, dat was wel Maar die clip die we opgenomen hebben met Dan Spartaru. Dat is dus een mooie samengestelde clip geworden. Postuum in feite. En die is in 3 weken tijd in Roemenië meer dan 1 miljoen keer bekeken. Dus dat is op het ogenblik, je kunt er niet over straat. Iedereen kent je gewoon. En dat is, is wel grappig natuurlijk. Ja man, prachtig, prachtig om mee te maken toch? It was a Scottish settlement. He liked to tell you stories in a most peculiar way. With lowered voice and rolling eyes, the smell of booze and beer. Beware my kids, he said, because the trolls will soon be here. With crystal balls and magic bells, the rumors of the night. So dry your socks and raise it high, cause now the time is right. And then he said, you think of me nice, and to me surprise. She rather said I was taken till the day was breaking. He's rocking the trolls tonight. And while we all were waiting, Chiri and she rather said I was taken till the day was breaking. He's rocking the trolls tonight. They seem to come from everywhere in search of everyone. You're going to be the prisoner, and you're not the only one. I've seen it with my very eyes, the sailor said before. Might be 100,000 trolls, or maybe even more. The crystal balls and magic bells, the rulers of the night. So draw your swords and raise it high, cause now the time is right. Then he said, think of me nice, and to his surprise, the Scottish sailor. Sailor, he moved into the night. And while we all
dan nog even terug naar de tijd met BZN. Jij was er inmiddels uit, 1984. Carola kwam erbij. Ja. Het succesverhaal ging gewoon verder. Nou, ik had wel een vraagteken geplaatst, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Niet om wie dan ook, want je hoopt natuurlijk dat het goed doorgaat. Maar ik stelde me zo voor, stel nou eens dat qua belangrijkheid Agneta uit ABBA gaat. Dat vergelijk ik, kan ik dan maar even mee. En we krijgen daar een andere voor in de plaats. Zou dat dan gewoon, dan denk ik, nee, dan stopt het gewoon. Dan is dat gewoon afgelopen. En ook belangrijke mensen in het vak vroeg ik, wat denk jij ervan? Jan Rietman bijvoorbeeld. Maar hij zegt, jullie komen wel over als ook als een band. Misschien tot het wel doorgaat. Weet je, zo werd het toch, probeerde je zekerheid te krijgen. Terwijl je dat toch top, je bleef daar natuurlijk vrij nerveus over. En het ging gewoon door. Dat is toch heel apart, moet ik zeggen. Alle theaters van Nederland 100 keer gezien. TV-specials, gouden albums. BZN staat bekend als de best scorende band in de geschiedenis van de top 40. Ja. Het is nogal wat. Ja, nou ja, dat went ook. Nee, op een gegeven moment weet je dat dat zo is. Ja, en, dat wordt als je normaal. Ja. 53 of 55, ik lees nu laatst 55. 55 tot 40 hits gemaakt heb. Ja, die heeft niemand gemaakt. Maar als je zo lang bezig bent, dan heb je dat natuurlijk ook. Tenminste, als je daar wel fanatiek mee bezig bent, en, dan kan je dat behalen, ja. Wat is het geheim van het succes van BZN geweest? Nou, ik denk, je moet sowieso muzikale mensen hebben. Je moet een vriendenclub, dat waren we natuurlijk toch wel. Niet dat we de deur plat lopen, maar dat lopen we nu ook niet bij elkaar. Nee. Af en toe dan denk ik bij mij, nou, ik moet nou Annie toch wel even bellen weer hoe het met haar is. En dan vergeet ik het weer. Kijk, Annie heeft een leven, ik heb een leven, mijn kleinkinderen, noem maar op. En Annie ook natuurlijk, gelukkig nu ook. Dat is een genot om te hebben. Daarnaast moet je muzikaliteit hebben binnen zo'n band. Nou, er waren jongens conservatorium opgeleid. Later toen Kees en Tomer uitgingen, kwam Dick Platter in, die had ook conservatorium gehad. Dan heb je toch know-how, muziek gezien. En we werden ook bedreven in het schrijven van liedjes. En we hebben, heb ik begrepen, eigenlijk zoals ABBA dat deed, hebben wij dat vroeger ook gedaan. Summer nights I've spent with you make me believe you love me too. I saw
wij zaten bij elkaar met gitaar en piano. En gingen uren en uren, tot een andere muzikant had al lang gezegd: geef mijn portie maar aan Vicky, ik stop ermee. Dan zaten we bezig met een melodietje. Nee, dat is toch niet helemaal. Dat is nog niet helemaal goed. Dus het refrein vinden we wel goed, maar het tussenstuk kan wat meer hebben. En dan hadden we het liedje eindelijk opgenomen in een bepaalde toonsoort. En dan moest het toch nog weer in een andere toonsoort. Dan gingen we het gewoon allemaal weer opnieuw doen. En dan was het ook zo. Gingen we bepaalde instrumenten. Dus het was niet klakkeloos de sound van een synthesizer pakken. Nee. Ik weet nog wat, dat we met flessen water. Poem, poem. Bepaalde soundjes gingen maken. Die sampleden we dan. En dan konden we dat op nood in de band brengen. Tot we een eigen soundje hadden. Het doet eigenlijk een beetje denken aan de Beatles, hè, die ook van alles probeerden vroeger. Later heb ik begrepen dat ABBA dit ook deed. En wat wij ook deden. Ik schreef altijd, en Annie die weet dat, kan dat zeker onderkennen. Altijd een zootje brabbeltekst op papier. Het was nog niet eens Engels. Het was een zootje onzin. Als het maar klanken waren. En dan konden we het liedje, de melodie die we hadden, konden we zingen. Tweestemmig. En dan gingen we dat. Later dan moesten we wel eens lachen. Wij konden echt twee jaar daarna. Konden wij het liedje nog zingen met de brabbeltekst. Nog steeds. Heb ik nog steeds met bepaalde liedjes. Doe eens een stukje. Nee, dat ga ik niet doen. Maar ik heb nog steeds bepaalde liedjes waar ik nog steeds die brabbeltekst van ken. Maar echt gewoon. Maar ABBA deed dat ook. En ABBA sprak natuurlijk, dat waren Zweden. Die hadden echt Engels niet als voertaal. Nee. Die moesten dat ook gaan schrijven en maken. Dus die zongen ook in brabbeltekst. En dat vond ik zo leuk dat ik dat een keer las. Dat was gewoon exact dezelfde manier. Heel moeizaam was dat. Want we hebben zoveel uren doorgemaakt in dat fanfarekorps gebouwtje. Daar hebben we wel eens vak geleerd. Dan weet je, hoe kleed je een liedje aan, hoe ga je dat doen qua arrangement en dat soort dingen meer. Zo waren we bezig. En ook een kwestie van goed luisteren naar het publiek? Daarop te spelen? Nee? Nee. Het is meer. Dat kan nooit. Je kan nooit de smaak van iemand anders doen. Nou, je doet je eigen smaak. Bezig Nederland wel een eigen sound gewoon. Hè? Ja, ik vond wel de muziek. Ik hield van die muziek. Ja. Kijk, als ik een melodietje zou maken en ik denk, ik maak nu wel een melodie, maar die vind ik zelf eigenlijk helemaal niks. Maar ik denk dat het goed is voor het publiek. Nee, zo maak je het niet. Je maakt iets wat je zelf leuk, wat je aanspreekt. Ja. En als je daar niet uit kan putten. Dan zit je alvast helemaal in het verkeerd. Dus ik zat precies in de sfeer van de band ook. En de leden. Last night when I felt so lonely and so blue. I was playing that old time blues. The blues are those that I
heb jij altijd naar dat Carola-tijdperk gekeken, Annie? Nou, ben je blijven volgen? Ja, wel. Ja, wel. Want op een... Heb je toen ook nog met zoveel jaar bestaan of zo? Ja. Jawel, daar ging ik wel heen. In het een afscheid op de televisie en zo. Ah, ik ben het wel blijven volgen, maar... Weet je, het is natuurlijk wel, voor mij was het jammer dat ik het gewoon die kaart niet kon trekken, maar ik had altijd wel zoiets van, gelukkig is het wel gewoon doorgegaan, want anders had ik dat er ook nog bij gehad, dat schuldgevoel, dat had ik allemaal niet kunnen tillen. Dus, ik heb er nooit een naar gevoel bij gehad of zo. Ja, wel, ik vond het voor mezelf wel jammer natuurlijk, maar goed, dat was even niet anders. Maar wel blijven volgen en het heeft je wel een goed gevoel gegeven dat de BZN gewoon lekker doordraait. Jawel. Ja, dat klinkt heel raar, maar dat had ik eigenlijk best wel erg gevonden. Omdat ik wou zo graag stoppen. Weet je, dat ik eigenlijk helemaal, ik dacht, als het allemaal maar... Dat was toen gewoon zo. En toen ging dat, kabbelde dat gewoon verder. Dus toen kon ik met mijn nieuwe leven beginnen. Rustig, zonder schuldgevoelens. Een beetje uit de schijnwerpers. Ja, dat had ik gewoon nodig toen. Ja. Ja. Nou, dan uiteindelijk stopt BZN helemaal in 2007. Jij ging solo dingen doen, Jan. En toch op een gegeven moment worden jullie gevraagd... voor die verjaardag van Mies Bouwman... willen jullie nog één keer Mon Amour zingen samen? Ja. Hadden jullie elkaar nog wel regelmatig gesproken voor die tijd? Of waren jullie elkaar een beetje uit het oog verloren? Kwamen elkaar wel eens tegen bij optredens. We traden natuurlijk wel solo op. Hè. En dan kwamen we elkaar wel eens tegen. Maar dat was toch vrij afstandelijk toch nog wel? Ja, wel. Ja, niet verkeerd of zo, maar... Maar we waren geen vrienden of zo. Nee. En dan komt die vraag van, willen jullie toch nog eens een keer samen zingen? Ja, ik weet nog dat Menno... onze manager mij belde, Menno Meijers, die belde mij op. Die vroeg dat aan mij. Toen had ik echt zoiets van, ik zeg tegen Menno, weet Jan Keijzer dit ook dat jij mij belt? Weet je zo, want ik dacht, ja, dit is ja, een beetje raar. Beetje vreemd. En jij kreeg dat telefoontje ook, Jan. Van, heb je zin om nog een keer met Annie te zingen? Voor die verjaardag van Mies Bouwman. Ik... Die vraag kreeg ik. Nou, het was natuurlijk wel zo dat... Ik heb ooit met Annie ook gezongen. Dus het was eigenlijk het allermooiste om het op die manier te doen. Morning light softly shining on the hills and the old cedar dawn when it's rising out of the night. Oh,
Was het direct weer een klik toen jullie weer... Ja, meteen. Ik vond dat zo grappig dat ik toen bij Jan kwam. Toen gingen we even doornemen, het liedje. En toen had ik echt zoiets van alsof ik nooit weg geweest was. Ging gewoon verder waar je gebleven was. Zo raar. Ja. Terwijl er, wat is het? 23 jaar. 23 jaar, dacht ik. 23 jaar tussen had gezeten. 23 jaar. Ja. Ja. Ongelooflijk. Ja, raar hè? Ja. Je denkt dan wel ook weer terug aan die tijd. Jawel, kijk, alles gaat het is natuurlijk ook een beetje zo. Ondanks alles lag mijn hart natuurlijk ook wel een beetje bij bezig in. Want daar is natuurlijk voor mij alles ook begonnen. Dus ja, dat ik denk dat ook een beetje mee werkt. Toen zongen we daar en al die mensen na afloop bij de afterparty zeiden, ja, jullie moeten toch met elkaar verder. Wat is dit? Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Het was gewoon een eenmalig idee. Nee, dat was helemaal niet. Maar ja, we gingen toch wel meteen al een rateltje met draaien. Als iedereen dat roept. Hm. En dat was natuurlijk toch wel bijzonder. Dat je zo lang na zoveel jaar dat nog een keer gaat doen. Dat was wel opmerkelijk. En blijkbaar had Nederland er ook wel weer zin in, want het is direct weer losgegaan. Ja. Ja, was leuk. Gewoon leuk. Het is gewoon leuk om dit nog te doen. Wat is het verschil tussen BZN en Jan en Annie? Met een band spelen is super, hè? Maar dat doen we nu ook in het theater. Dat doen we sowieso wel. Dat is geweldig. Dat is het allermooiste wat er is. Veel mooier dan met een tapeje. Maar, laatst dus met het Metropool Orkest wat we gedaan hebben, dat is nog weer een schepje erbovenop. Ja. Maar nu heb je korte lijnen. Je kunt, we kunnen met elkaar, Annie zegt, Jan, wordt het blauw of zwart? Of welke kleur gaan we voor tv? Ja. Het is een sms'je of een belletje. Ja. En we moeten wel dat en dat gaan doen. En wat vind je van, ik kwam laatste verzoek, we zouden naar Zuid-Afrika een maand lang. Nou, ik zeg, luister jongens, ik heb het Annie nog niet gevraagd, maar ik weet het eigenlijk al. Ik zeg, ik ga het niet doen. Ik ga geen maand naar Zuid-Afrika, terwijl ik dat in de BZN thuis niet eens gedaan heb. We gaan, hoop ik, 2 weken naar Zuid-Afrika. Of het wordt dan 12 dagen, geloof ik. 12 dagen. Ja, en dan weer 2 weken terug. Dan blijven we 2 weken terug. En dan gaan we weer 12 dagen daar naartoe. Ja. En dan gaan we dan een toertje doen door de theaters in Zuid-Afrika. Daar zijn we natuurlijk ook beroemd. Fun, fun, fun. To my party, I don't feel the sun.
Maar het is eigenlijk gewoon heel simpel, zolang je er nog lol in hebt. Ja. Dat is ons de vierde regel. Dat is de enige regel. En mensen moeten het ook nog leuk vinden natuurlijk. Ja, maar ik denk als je gewoon spontaniteit hebt. Want als je een liedje als... Wij zeggen wel eens met een gein. We deden dan Take Me To Ibiza zingen. En dan gaat de zon schijnen. Ja. Ik zeg, dat speelt de duivel mee. Kijk eens even. We hebben het echt gehad op een plein of wat dan ook. En het was bewolkt. Ik zeg, nou, echt waar? Daar gaan we met Take Me To Ibiza. En hij brak door, ja. De zon. Vaak hoor. Vaak gebeurd. Echt vaak gebeurd. Ja, dat is zo vrolijk. Yeah. En dat moet je ook zien. Dat moet. En zo voelen wij ons. Als hij daar op zijn bühne staat, dan straalt dat. En dan komt dat over. En dan is dat gewoon leuk. Voor de mensen ook. Things occur that I don't understand. Like when the sun was born, no one seemed to see. Life was good to me. Life is not just, nor even righteous. Events occur that I don't understand. Some tragic news that people didn't care. Life just isn't fair. C'est la vie, c'est la vie. The world just spins around and it doesn't run to me. C'est la vie, c'est la vie. Life's more
We zijn in het Paling Sound Museum in Volendam met Jan en Annie. En het is wel heel bijzonder wat hier allemaal staat en hangt. En jullie ontbreken ook niet, zie ik. Nee. Wat is dit allemaal? Het is uit de begintijd ook. Nou, van alles wat eigenlijk. Heel lang geleden met een bus waar we toe mee reden. En de wegeninspectie was altijd blij, handen wrijvend als hij ons zag. Want aan alle kanten vielen de gaten in de bus. Nou ja, in de studio. Daar deden we ook. Daar deden we ook als we lang onderweg waren. Poffertjes inbakken. Hè? Ja, we deden echt alles wat niemand doet in een bus, deden we daar. En dan kwamen we daar aan in die zaal. Dan waren we helemaal natuurlijk verrot van de stank. Ach, of in een klein vliegtuigje. Ja. Op weg naar Frankrijk. Het komt allemaal weer een beetje terug, merk ik wel aan jullie. Als je die foto's ziet. Ja. Je ruikt de poffertjes weer. Jongen. Dat was wel eerder hoor. Maar hoe is dat om hier tussen al die andere Volendammer grootheden te hangen? Want echt alles is hier aanwezig, hè? Ja, ja, alles hangt hier. Ja, ja, nou ja, wij, eigenlijk klinkt dat heel raar, maar dat is eigenlijk best wel normaal. Ja, weet je, dat je hier tussen hangt. Het zou eigenlijk raar zijn als wij hier niet tussen zouden hangen, toch? Ja, dat of zou niet? Raar zijn, ja. Ja. Maar het moet wel een trots gevoel geven ook. Ja, tuurlijk. Prachtig. Dat je toch je plekje in de Volendamse muziekgeschiedenis, wat zeg ik, de Nederlandse muziekgeschiedenis hebt veiliggesteld. Absoluut, ja.
wat is nou iets bijzonders wat hier staat of hangt? Nou, ik kijk hier, want dit is onze prijzenkast. Nou, hangt het, kan niet alles in zo'n prijzenkast, want nee. We hebben zoveel spul. Dat is echt geen raar voor. We hebben ooit een keer een foto gemaakt voor de panorama, maar die ben ik ook kwijtgeraakt. Daar hebben we al onze gouden en platina platen op de vloer van de sporthal gelegd. Maar we hebben er geloof ik 80 de man. En dus die hele vloer was bezaaid met platen. En daar lagen wij dan zo tussen. En die werd dan van bovenaf zo genomen. Ja. Zonder dat die weg is. Ja. Ik heb hem niet meer, maar dat was wel heel bijzonder. Nou, als er iemand kijkt die foto nog heeft. Ja. Ja. Jeetje, daar is die tulp of zo? De Gouden Tulp. Wat is dat nou? De Gouden Tulp. 1979. Ja. Ja, daar weet ik nog wel van. Maar Jan, je zegt net, dit is eigenlijk maar het topje van de ijsberg. Ja. Betekent dat jij thuis in de schuur een doos hebt waar nog veel meer gouden platen en onderscheidingen in zitten? Nou ja, weet je, ik heb natuurlijk ook dat wat daar staat. Bijvoorbeeld, er staat de platina cassette. Ja, die heb ik ook. Ja, maar wij verkochten meer dan 100.000 cassettes van een album. Oh ja, die heb ik ook, ja. Dat was echt uniek in die tijd. Dus al die mensen die in die auto zaten, die draaiden beesten onderweg. Dat zijn toch wel extreme. Dat is er niet meer. En wij waren ook de eerste band in de wereld. En dat kwam omdat wij bij Philips Fonogram zaten. We waren de eerste band die op CD is aangekomen. Ja, klopt. Dus dat is natuurlijk ook wel weer een bijzondere gebeurtenis. Ja, dat is wel apart. Ja.
Dat fenomeen palingsound, hè? Ja. Er zijn boeken over volgeschreven en niemand heeft er nog ooit het echte antwoord op gevonden, volgens mij. Wat is het voor jou? Nou, het is pure maffia. Ja, dat is heel moeilijk om te, niet moeilijk ook om te zeggen. Het was een beetje speels. Het stond nog in de kinderschoenen, maar het was in feite maffia. Gingen ze naar Veronica en zeiden, alsjeblieft, weet je wel, en dit is de plaat. Kregen ze een pondje paling en dan moesten ze de plaat draaien. In feite ging het zo. Ja. Het lag er dik bovenop, ja. Eigenlijk. Maar dat was het begin, maar later is palingsound natuurlijk wel echt een muziekstroming geworden. Nou, toen weet het, Joost den Draaier, die heeft ooit, Willem van Kooten heeft dat ooit geroepen, de palingsound. Ja, dat was natuurlijk een aanleiding van die lekkere paling die ze steeds kregen. Ja, ja, ja. En alles wat uit Volendam kwam, noemde men gewoon de palingsound. Ik vind het meer een geuzennaam. Vond wel leuk. Ja. Maar al die muziek is natuurlijk niet allemaal hetzelfde. Ik vind tussen Cats in Beest en zit een duidelijk verschil. Ja, duidelijk. De drie J's hebben een enorm verschil, gelukkig maar. Just stay for a while. I love the summertime. I let the sun set us on fire. Baby, I love the summertime. Let me stay with you till the morning. Come see the sun rising up again. Let me stay with you till the morning. Come see the sun rising up again. I'll take you to romantic places. I love the summertime. I see a million friendly faces. Later on, outdoor dining. Baby, I love the summertime. Let me stay with you till the morning. Come see the sun rising up again. Let me stay with you till the morning. Come see the sun rising up again. Should get higher. I love the summertime. In the heat we melt together. Baby, I love the summertime. Let me stay with you till the morning. Come see the sun rising up again. Let me stay with you till the morning. Come see the sun rising up again.